allemaal, in deze video ga ik een collage met jullie maken, ook wel een moodboard. Je hebt hiervoor nodig tijdschriften, een schaar, eventueel washi tape en stickers, een dubbelzijdige plakband en ik gebruik hiervoor een groot tekenblok van de HEMA, gewoon helemaal wit. Wat ik altijd doe is in tijdschriften heel veel plaatjes zoeken. Ik knip alles uit wat ik leuk vind. Plaatjes, teksten, maar soms ook hele pagina's, want die gebruik ik dan als achtergrond. En ik ga dan alles op een gegeven moment leuk neerleggen. Wat heb ik allemaal? Maar ik plak het nog niet meteen op. Dat doe ik pas als ik zeg maar alles heb neergelegd en zeker weet, zo wil ik het. Als je vaker zulke video's wilt zien, vergeet deze video dan niet te liken en te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En laten we snel verder gaan met de collage. Nu is het tijd om de plaatjes op te plakken. Ik gebruik hiervoor dubbelzijdig plakband van de Action. Dat kost ongeveer 40 cent. Het is super handig en beter dan lijm en pritstift ofzo. Want dat kan nog wel eens gaan ribbelen en dan wordt je collage niet zo mooi. Je zou ook plaatjes van internet uit kunnen printen als je geen tijdschrift hebt. Maar meestal is dat niet heel mooi tenzij je een hele goede printer hebt. Je kan altijd even rondvragen of op een Facebook weggeefhoeken, weet ik veel. Wie heeft er nog tijdschriften voor me? Het thema van mijn collage is misschien niet helemaal duidelijk, maar het is gewoon een beetje ik. Alles wat ik leuk vind, wat ik dit jaar wil doen of wat ik gewoon in mijn leven wil doen. Wat ik mooi vind. Soms is het handig om een moodboard te maken, zodat je weet wat is nou mijn stijl, wat vind ik leuk. Maar je kan bijvoorbeeld ook een soort life goals, weet ik veel, ding maken. Met een mooi huis of kinderen of bijvoorbeeld vakanties. Verre reizen en zo. Ja, je kan van alles erop doen. Je kan zelfs een ding maken met allemaal eten en gerechten en recepten en zo. Echt alles wat je leuk vindt en wat je maar kan bedenken. Of bijvoorbeeld inspiratie voor een vakantie of weet ik veel waar je inspiratie voor nodig hebt. Ik heb zelfs een keer eentje gemaakt, inspiratie voor welke studie ik ga doen. Als je naar aanleiding van deze video ook een collage gaat maken, laat dan een reactie achter. En ook als je wel vaker collages maakt. Ik dacht altijd dat ik de enige was vroeger. Ik doe het al heel lang. Maar tot de wereld van YouTube en ik kwam erachter dat heel veel mensen dit deden. Echt super leuk. Dus als je vaker collages maakt of naar aanleiding van deze video, laat dan een reactie achter. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Deze collage had ik nu in mijn kamer. En heel erg bedankt voor het kijken.
Doei!